Ter afsluiting van het basketbalseizoen van de uitsmijters is er 's middags een mixed toernooi en 's avonds een barbecue. Dit jaar kwamen burgemeester Gerritsen en wethouder Ten Selman langs om 2 kampioensteams en maar liefst 9 jubilarissen te huldigen. Het belangrijkste wat ik wil zeggen, en ik ga u helemaal niet te lang van u eten houden hoor, is dat je hier ziet dat een vereniging, een sportvereniging, veel meer is dan alleen maar sport. Als je hier aankomt lopen en je ziet hier de leden van de uitsmijters zo bij elkaar zitten, dan kom je er opnieuw achter, want het is voor mij ook een soort verkenningstocht door Almelo als nieuw burgemeester. Dat zo'n vereniging ook gaat om vriendschap, om elkaar helpen, om elkaar, ja, er voor elkaar te zijn, ook als het soms een keer in ons leven niet zo makkelijk is. En dat zie je op zo'n moment als dit. En jubilarissen, dat is vaak te vergelijken met, laat ik zeggen, de eikenbomen in zo'n vereniging. Maar dat zijn de mensen die een groot aantal jaren de schouders onder de club hebben gezet. Die hebben laten zien dat hard werken voor een club, meedoen met elkaar, dat er ook toe doet. Dat daarmee een vereniging ook bloeit. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, en ik wil geen grote woorden gebruiken, maar jubilarissen zijn een beetje de monumenten waar je met elkaar naar op kunt kijken. Dit zijn de mensen die een voorbeeld zijn voor al die anderen die er nog maar net bij zijn of die nog een aantal jaren door willen gaan werken aan die vereniging. Om ook het beste te geven voor de club. En die jubilarissen zijn 25 jaar Bas van Os, 30 jaar Wim Krapshuis, 40 jaar Remco Boom, Antoinette Boom, Jan Detert, Geert Geurink, Albert Veldhuizen. Geert, ik heb het zin om jij ook gefeliciteerd met jouw jubileum. Een van de jubilarissen is zelf aan het werk vanavond. Ik bedoel, een sigaar dat ik het doen we niet. Alsjeblieft. En dan heb ik nog 1 jubilaris die ik denk ik niet eens onder uw aandacht hoef te brengen. Hij is hier al voor aanwezig. 50 jaar, een gouden jubileum met de uitsmijters Egbert Kamp. Applaus voor de prezes.